Welkom bij Iedereen kan haken. We zijn klaar met de mouwtjes. Nog wel de draadjes even afwerken, maar de mouwtjes zijn klaar en we gaan verder met de halsopening. Er wordt wel gevraagd van hoeveel wol heb ik nu nodig. Dit is het laatste van bol 4 en ik heb een klein bolletje nodig. Dus 4 bollen zijn er in dit truitje gegaan of gaan er in dit truitje. Want we gaan nog even de hals afwerken. Maar ik ken je maat niet, dus ik zou 5 bollen pakken. Je begint weer nu met een opzetlus. En je begint met je truitje aan de zijkant. Even mijn truitje goed leggen. Bij de schouder begin je. En je hebt de opzetlus en je hebt hier die schoudernaad en daar steek je je naald in en je houdt je draden aan de andere kant van je werk en dan pak je je draad op. Heb ik hem nu? Ja, nog een keer insteken, draad doorhalen en je zet hem vast met een halve vaste en je trekt even aan je begindraadje zodat hij wat strakker zit dan. Ja, nou zit hij strak en dan zet je 3 lossen op. Nee, we zetten er maar 1 losse op, sorry. Ja, we zetten er 1 losse op, want we gaan het afwerken met vaste. Insteken, omhalen en nog een keer omhalen. En dit is een vaste. Insteken, omhalen en nog een keer omhalen. Insteken. Doe het liefst door 2 lusjes, want anders krijg je misschien gaatjes. Nou, bij deze gaat het niet anders. Als je het een beetje los doet, dan is het niet erg. Komt het wel goed. Insteken, omhalen. Gewoon door elke opening die je ziet en je denkt van hier kan ik een vaste, dan kijk, en dan heb je in ieder geval een rij vaste. En dan gaan we daarna even kijken hoe dat het staat, of er nog een rijtje op moet of dat je zegt nee, ik laat het zo. We kijken wel even. Ik heb net wel een beetje geoefend met een V-steek. Maar die was niet mooi, was ook veel te groot, ging lubberen. Dus nu wordt het gewoon een randje vaste. Je kijkt even zelf bij je werk hoe je het, waar je die vaste insteekt. Je kan het, moet een beetje op gevoel gaan. Want ik ken jouw werk niet en ik weet ook niet hoe vast je haakt of hoe los je haakt. En het is natuurlijk een heel speels truitje. Nou, we gaan gewoon eens lekker haken. Insteken, omhalen en doorgaan. Insteken, omhalen en door 2, kijk. Insteken, omhalen, door 2. Insteken, omhalen, door 2. Insteken, omhalen, door en door 2. Insteken, omhalen en door 2. Insteken en door 2. Kijk, heb je zo'n grote opening, dan pak je daar gewoon een paar vaste in en een beetje zo los mogelijk proberen te haken, zodat het lekker mee beweegt met je werk. Even het truitje weer draaien. En we zijn al bij de volgende schouder. En omdat dit natuurlijk aan elkaar genaaid zit, is dit altijd even, kijk, hier zit ik te ver, hier moet ik eentje terugpakken. Is altijd een beetje lastig hoor, omdat dit aan elkaar
genaaid zit. Het is een beetje dubbel dan ook, hè? Want dan heb je twee laagjes op elkaar. Maar we gaan gewoon door insteken en een vaste. Kijk, en als je het werk neerlegt, ik zal eventjes naartoe filmen. Ja, dan zie je dat het best een net randje is. Nou, we zijn al bij het achterpand. Gewoon lekker losjes haken. En als je denkt van ik zit niet goed, nou, dan zit je ook vaak niet goed. Dan moet je het gewoon eventjes een stukje uithalen en kijken waar je het wel het beste in kan steken. Gewoon omdat je, ja, je zit nu niet uit een door een patroontje te werken waar je iets kan terugtellen. Dus dit, ja, hier doe ik er weer twee. En dan voel ik wel even. Ja, of de randje niet te strak zit of te los is ook niet mooi. Te los is niet mooi, te strak is niet mooi. Kijk, hier doe ik er toch twee. En dan zijn we alweer bij de begindraad. En dan gaan we afhechten. Pak er nog één. Zo. Draad er doortrekken en dan zit hij al vast. Ik maak even een knoopje aan de begindraad. Zo. Een dubbel knoopje. En dan kunnen we dit gaan afhechten. Ik heb nog wel meer draadjes die ik kan afhechten. Even mijn werkkeer. Is de voorkant met gewoon vaste en ik vind dit voldoende, want hij is al het truitje is al een bewerkelijk truitje, dus en je hebt al de mouwtjes met een mooi golfje en ja, je kan hier ook nog een waaiertje opzetten. Dan moet je zelf bepalen. Je kan hem ook even, eerst even passen om te kijken wat je er nog op zet. Maar ja, ik laat hem gewoon hier met de vaste de halsopening. En dan zie je hier die steken. Ja, dit is een mooie afwerking. Dan ga ik even nog naar de benedenkant kijken, de onderkant. Want we zijn gewoon begonnen met toer 1. En dat was 5 vaste, 2 losse, 5 vaste. En je zou hier nog een mooi waaiertje langs kunnen haken. En dan ga ik nog even doen. En dan begin ik beide aan de zijkant. En dan pak ik toch even mijn grotere bolletje. Want je weet niet waar je eindigt. Je pakt weer opzetlusje. En je houdt je werk, zeg maar, je truitje naar je toe.
En je begint weer aan de zijkant. Je steekt in bij je marker, je haalt je draad op en je pakt hem gewoon vast. En dan beginnen we met 3 lossen. En dan zet ik hier een waaiertje in van, ja, toch 5. En dan pak ik, denk ik, toer 3. Dus dit is 1, 2, 3, 4, 5. Dan ga ik wel even zoeken naar die openingen, want hier hebben we er dus 5 op en dan pak ik in het middelste de vaste, een losse, een vaste en dan ga ik weer een waaiertje in deze doen, in die opening van 5 en ik ga gewoon dadelijk even kijken hoe dit staat. En dan ga ik een vaste zetten in het midden van die 5. Dan leg je even het werk plat en dan kijken we eventjes of dit staat. En ik vind dit netjes. Ik vind dit wel een hele leuke onderkant in plaats van recht. Dan heb je hetzelfde als je mouwtjes en dan heb je een mooie onderkant. Ik haak nog even mee. Maar je kan het ook natuurlijk recht laten wat je zelf het mooiste vindt. Dan ga ik weer even naar die opening zoeken. En dan zet ik weer 5 stokjes in. En dan ga ik een vaste zoeken in het midden. Het midden van de 5. Dus is 1, 2, 3, 4, 5. Sla je de 2 over, pak je de middelste. Dan zet je hem in. En dan zet je een vaste. En dan sla je weer om. En dan maak je weer een waaiertje van 5. En weer een vaste in het midden. En een waaiertje van 5. Ik leg even het werk plat zodat we weer kunnen kijken hoe dat het staat. Ja, dit wordt een mooie onderkant. Dan heb je een mooie afwerking. Dus in de derde zet je de vaste. En je maakt weer een waaier in de opening van 5. 1, 2, 3, 4, 5.
kan altijd ook nog met een ander kleurtje gaan werken natuurlijk, hè, dat je zegt ik pak de rand met een andere kleur als contrast. Dat is maar net hoe je, hoe creatief je daarin bent. En misschien kom je wol tekort en dan moet je wel. 1, 2, 3, 4, 5. En we zijn dan aan de zijkant aangekomen. En we zetten in het midden weer een vaste. En we kunnen deze eruit halen. Eén, twee, drie, vier, vijf. Nou, ik denk dat je deze toer wel alleen verder kan maken. En dan zijn we op het einde van dit truitje en van ja, deel 8 is dit dan. De halsopening en de onderkant hebben we nu gemaakt, tenminste moet ik nog even afmaken, draadjes afwerken en de zon begint te schijnen, dus we kunnen hem aan. Dit was het tutorial of de film van het zomertruitje. Ik wens je veel plezier. Bedankt voor het kijken en ik hoop dat je hieronder op mijn foto klikt zodat je abonneert, want er komen nog heel veel leuke dingen aan. En tot de volgende keer.